Doordat allebei mijn ouders dominee zijn, ben ik vaak verhuisd. Ik was actief in de kerk en voelde me er thuis. Mijn coming-out als non-binair? Niet zo lastig. Ik wist dat mijn ouders het zouden accepteren en ik had veel queer vrienden. Ik heb amper negatieve reacties gehad, behalve achter mijn rug om. Uitleggen wat non-binair is doe ik vaak. En ik leer mensen ook graag dingen, maar soms wordt het vermoeiend. Uitleggen dat je bestaat. Twijfel over mijn geloof? Nee. Jezus houdt van iedereen en voor iedereen van ons is er plaats aan tafel. Twijfel over de kerk? Ja. Die twijfel komt door gedachtegoed en verwachtingen van mensen in de kerk.